Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Vorige week kwam dus in het nieuws dat Elon Musk XAI, dus over grote namen gesproken, wil gaan oprichten. En die voorspelde dus 2029 wel realistisch zou zijn om echt een superintelligentie te hebben. Ja. En wat wel, als we het over XAI verder kunnen hebben, voorheen had hij ook GPT of zo. Dus hij wil eigenlijk een AI neerzetten die niet gebonden is aan een soort van regels vooraf. Ja. Maar dat hij gewoon wat volgens hem de waarheid is, zou moeten kunnen delen. Ja. XAI, dit wordt ook wel vaak gebruikt als de explainable AI, een term om AI te benoemen. En dat is juist AI die inderdaad kan uitleggen waar die zijn informatie vandaan haalt. Dus dat sluit inderdaad ook wel bij zijn plaatje aan. Ja. Van niet voorgevormde data of bepaalde regeltjes hoe die de data geeft, maar gewoon zoals het hoort, waar het echt vandaan komt. En wat verwacht jij daarvan? Dus kijk, Elon Musk is natuurlijk wel een bijzonder figuur, om het zo te zeggen. Die zit ondertussen op gigaveel bedrijven, dus Tesla, SpaceX, maar ook Twitter en PayPal waar die achter zat, zelfs OpenAI. Hè? Die heeft natuurlijk ook wat mensen opgetrommeld van verschillende bedrijven. Ja. Wat verwacht je van wat zijn model? Ja, aan de ene kant wel veel. Hij heeft natuurlijk altijd de man van de gekke ideeën en vooral de impulsieve dingen. Maar ik denk dat dat ook vooral zijn kracht zal zijn hierin. Toch echt doordrukken. Hij staat natuurlijk bij het volk, om het zo te zeggen, wel nu redelijk goed. Natuurlijk wat hij doet met Twitter, waar hij een heel following op heeft nu, want het is zijn platform. Mm-hmm. Daardoor kan hij heel veel informatie pushen. En ik denk dat hij ook heel veel mensen bij elkaar kan krijgen. Want hij heeft nu bijna dagelijks ook talks op Twitter met allemaal experts waarbij hij over dit soort onderwerpen praat. En het combineren met natuurlijk wat hij al in Tesla, et cetera, die is zelfs hier in auto's. Hij heeft er zelf al profijt bij. Ja, en hij heeft al de ervaring in die zin om het al. Hij doet het niet per se voor zichzelf, maar natuurlijk ook voor zijn bedrijven. En daarnaast voor iedereen. Dus ik ben wel benieuwd waar dat naartoe gaat. Ja. En de afgelopen week hebben wij ook als Nederland of de EU hebben we ook toegang gekregen tot een andere gigant, om het zo te noemen. Dus de Google Board is online. Heb je daar al mee kunnen spelen? Nog niet, nee. Ik heb er wel mee gespeeld en ik denk dat voor mijn gevoel, ik ben misschien wel wat meer gewend aan ChatGPT nu, maar doet hij het redelijk? Ik denk dat ChatGPT nog wel wat sterker, maar heb je wel een aantal andere zaken erbij. Dus je kunt het ook al. Je kunt er tegen praten, dus dat kun je opnemen, recorden. Nou, je kunt het dan ook afspelen. Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen dat fijn is. Je kunt je resultaten ook gelijk googlen. Ja. Dus dan bedenkt hij er zelf zoektermen bij, zodat je kunt verifiëren van wat hier uitkomt, klopt het wel? Hoe ben je erbij gekomen? Ja, ze blijven natuurlijk een soort van hallucineren. Dus dat is op zich ook wel een interessante toevoeging. Ja, dat is natuurlijk een beetje de large language model eigen. En ik zag wel volgens mij dat de Amerikanen en de overigen die al lange toegang hebben, dan dat zij wel ook al bestanden volgens mij kunnen uploaden. Dat kan ik dan nu nog niet. Ja, je krijgt natuurlijk steeds meer IDE-helpers, code-helpers, om het zo te zeggen. Je hebt nu GitHub Copilot X, die dan OpenAI gaat gebruiken om code te verifiëren, schrijven, beschrijven. Ja. Dit is wel ook de kant die het opgaat natuurlijk. Ik ga mijn baan kwijtraken. Nee. Misschien niet direct, maar als je kijkt naar wat de code, wat AI nu al kan en wat het nu steeds meer gaat kunnen. Je gaat een switch krijgen in de markt eigenlijk wel, denk ik. Van programmeur word je prompt engineer. En van product owner word je misschien hoe wil je het noemen? Een diep... Niks. Je gaat op straat wonen. Nee. Ook daarin gaat een switch zitten, denk ik. In het begin ook wel, dus heel veel, ik denk dat velen met mij van, wat gaat dit allemaal, of wat kan het allemaal straks niet? Hè? Ja. Dat is misschien de betere vraag.
Want in theorie zou het alles moeten kunnen. Uiteindelijk. Alleen voordat wij... Er zitten zoveel menselijke dingen nog, denk ik, in de dingen die wij doen. Dus het zijn niet gewoon alleen maar die losse taken. Er zijn nog zoveel gecombineerd. Ja. Waardoor je tot een bepaalde keuze komt. Maar dat zul je altijd nog moeten meegeven. Nog in ieder geval in dit stadium. Ja, ik denk niet dat het echt het vervangen wordt van mensen. Maar meer dat mensen gaan controleren. Van, hé... We hebben een bepaalde taak, ja, laten we zeggen, in de administratie. Nou, dat is natuurlijk redelijk recht op recht aan. Daar is vaak gewoon, het is goed, het is fout. Dit moet erin staan, bepaalde data. Dat is gewoon een preset van wat er moet gebeuren. Ja, dat soort taakjes, dat is makkelijker door AI te vervangen. Het enige wat je dan wil doen, is natuurlijk even controleren. Misschien een steekproef gewijs, dat je af en toe even een van de taken controleert. Maar als je inderdaad verder gaat kijken naar programmeren, naar beslissingen in de zorg, dat wordt ook al steeds meer gedaan door AI. Ja. Maar dat zijn toch nog dingen die je even wil dubbelchecken van, hey, klopt het wel? En toch even een zet in de goede richting zou willen geven, waar nodig. Maar ja, dat zijn wel... Ja, en voor de korte termijn is het denk ik in die zin gewoon meedoen. Hè? Want uiteindelijk kun je gewoon, ben je productiever en kun je meer leveren binnen dezelfde tijd. Ja. Ja, en voor de langere termijn is het nog gewoon heel moeilijk te voorspellen. Ja. En ook hoe snel gaat het, hè? Ja. Het feit dat nu de grote partijen er allemaal meedoen. Want volgens mij, Google heeft ooit als eerste zo'n model ontwikkeld. Ja. Maar die bracht hem toen niet uit. En toen kwam OpenAI opeens met ChatGPT. En nu moeten ze ook wel. En nu doet iedereen mee. ChatGPT, en dan gaat het ook gewoon heel hard gaan. Want ze gewoon tegen elkaar aan het boksen zijn. Hè? Ja, precies. Ja, en ChatGPT heeft nu gewoon een kickstart gegeven aan deze hele discussie, ontwikkeling. Noem maar op, wat je het wil noemen. Maar omdat zij zijn begonnen, is er zoveel aandacht voor gekomen. En nu denkt iedereen, oké, wij moeten nu ook. Ja. En dan krijg je nu heel veel hele snelle ontwikkelingen. Maar dat zijn ook ontwikkelingen die zichzelf weer kunnen verbeteren. Als je kijkt inderdaad naar ChatGPT, je zegt, oké, genereer een stuk code. En je geeft hem daarna die code terug. Je kunt dit nog aanpassen, je kunt dit verbeteren. Dus hij kan al code verbeteren. Moet je voorstellen dat zich gaat toepassen op zijn eigen code. Dus dat hij naar zijn eigen codebase gaat kijken van, ik zie hier nog verbeterpunten, ik kan beter hierop letten. En ja, dat is natuurlijk een proces wat zichzelf al... Dus eigenlijk zeg je van, schrijf een stukje code voor mij. En als je het hem later weergeeft, dan zeg je, geef je feedback op. Dan komt hij ook met feedback. Ja. Omdat hij dan gewoon op een andere manier soort van het leest en begrijpt en het verwerkt. Ja, ja. Dat zijn van die dingen die je nu steeds meer gaat krijgen. Wat is de waarheid en wat is goed? En het kan altijd beter. Dus we zullen altijd zeggen, ik zou het zo doen. En net zoals wij bijvoorbeeld met een collega aan het sparren zijn van, ja, ik heb nu dit geschreven. Ik kan het ook op deze manier doen, maar ik kan het ook op die manier doen. Ja, dat gaat AI ook bedenken. Van, ik heb het nu zo geschreven, maar je zou het ook zo kunnen doen of zo. Of, weet je, dat soort dingen, dat ga je nu ook heel erg krijgen. En die modellen worden natuurlijk steeds beter. Dus ik was daar van de week even over nadenken van, hoe ziet de toekomst er zometeen uit, denk jij? Dus hebben we zometeen één heel groot model, omdat die gewoon het beste is? Of hebben we meerdere modellen waarop, omdat het beter bij mij past of bij mijn bedrijf past? Of hebben we juist open source, want dat is ook heel erg upcoming, hè? Ik denk dat je modellen met verschillende kwaliteiten gaat krijgen. Ja. Wat je nu al ziet, wat Google erg doet met Bart, die bijvoorbeeld op Health is getraind of op code. Je krijgt modellen die getraind zijn op een bepaald vak. Ook een beetje wat ik net zei aan het begin. Je krijgt intelligent agents, dat je eigenlijk meerdere kleine agents krijgt die gefocust zijn op één vakgebied. En je voorstellen dat je al die vakgebieden dan samen kan voegen. En dat je dan inderdaad, je krijgt niet één groot model, maar een cluster van modellen. Ja. Dat is een beetje de kant die je kunt zelf gewoon gebruik maken van de modellen die bij jou passen. Dus je kunt in die zin, wordt het heel gepersonaliseerd en wordt het gewoon maatwerk afhankelijk van wat je nodig hebt. Eigenlijk wel. Ja, en op die manier kun je dat ook gaan samenstellen naar je wens. Dus als jij zegt, ik wil... ik werk bij de bank, ik wil hypotheken gaan goedkeuren. Dus ik moet een AI hebben die goed is met finance, die van de cijfertjes is. Ik wil eentje hebben die huizen kan inschatten. Je weet nooit waar het naartoe gaat. De AI kan ook al natuurlijk image recognition doen. Dus misschien dat je fotootjes maakt van je huis en dat hij al gaat kijken. Ik zie de muur ziet er misschien een beetje gek uit. Maak er een goede foto van. Of ik zie een beschadiging. Weet je, dat je op dat niveau al hypotheken zou kunnen gaan uitgeven. Maar een ruig voorbeeld. Maar dat soort dingen, dat kan. Je kunt een soort puzzelstenen of een soort bouwstenen ga je krijgen van AI. Wat ook wel interessant was, is open source. Meta heeft aangekondigd met een open source model te komen. Dus als ik het goed begrijp, die kun je dan gewoon, laat me zeggen, op je eigen servers draaien. Zelf hosten, hè?
dat heeft zijn voordeel dat je niet afhankelijk bent van via een API aan een ander model. Hè? Dus bijvoorbeeld hoe OpenAI dat heeft ingeregeld. En misschien ook wel op de privacy daardoor. Hè? Dus dat je zegt van, ik haal al mijn data binnenshuis. Ja. En dat hoeft niet per se naar buiten toe. Dus het is wel interessant dat zij dat gaan doen, denk ik. Dat is wel heel interessant. Want je hebt heel veel hele goede developers thuis zitten. Ja. Die het helemaal niet voor een bedrijf willen werken. En zeker niet voor een groot bedrijf. Maar die dan wel mee gaan sleutelen die dan aan het wel model. Ja. Precies, mee gaan sleutelen. En wat je krijgt inderdaad, je dataprivacy. Op dit moment, de modellen die zijn extern. Dus je gaat je data opsturen. En in bepaalde vakgebieden mag dat überhaupt ook niet. Ja. Ook in ons vakgebied moeten wij inderdaad gaan dubbelchecken. Oké, wat kan wel, wat kan niet. En dan moet je je daarmee bezighouden. Terwijl als je het zelf host en je hebt zelf die AI lopen. Ja, dan kun je er alles tegenaan flikken wat je wil. Maar het is lokaal, dus je data gaat geen kant op. En ze gaven er wel ook aan met toestemming voor commercieel gebruik. Dus je kunt letterlijk het gaan integreren in je eigen producten ook. Nou. Wat zou denk je dan hun verdienmodel zijn? Zit het dan echt een beetje op consultancy-achtig niveau? Of? Ook wel. Ik denk voornamelijk ook dat ze gaan vragen om analytics. Van hey, je mag het gebruiken, maar we willen toch een beetje hier en daar een soort van stats gaan ontvangen. Van hey, ik heb bijvoorbeeld deze vraag gesteld. Ik kreeg dit antwoord, goed, slecht. Of dat je ze willen. Het model en innovatie gewoon versnellen. Precies. Over mezelf. En natuurlijk, als jij dat aan het open source project werkt en je hebt een verbetering en je voert dat door voor je eigen bedrijf, dan verbeter je het ook voor hun. Ja. Ik denk dat dat ook een beetje hun aanvalsplan daarvoor is. Toch een beetje de community erbij betrekken. Want ja, volgens mij een paar jaar geleden is de dag van OpenAI model gelekt. Van Facebook was dat. Van Facebook was een model gelekt. En er zijn daar zo belachelijk veel nieuwe modellen uit ontstaan. Dat alleen is al bewijs wat de kracht ervan is. Als je online kijkt, je hebt duizenden modellen al. En ik denk dat bijna de helft daarvan misschien wel uit dat model voorstamt. En dan uitgebreid is door de community, om zo te zeggen. Ja, dus het zal alleen maar gaan versnellen op die manier. Dus ik vind het heel slim en interessante keuze die ze doen. Zijn we het later, maar als ze dan met zoiets komen. Het is ingezet voor iedereen. Niet alleen voor hun, maar voor iedereen. Iedereen gaat er beter van worden. Dus dat doen ze wel slim. En natuurlijk, het is hun product uiteindelijk. Het is wel open source, maar hun product. En hun product wordt er ook heel goed door. Ja. Dus ik denk dat natuurlijk ook een hele goede is. Hoe kunnen normale bedrijven inhaken op de AI-revolutie? Er zijn heel veel verschillende soorten AI. Je kunt gaan kijken, misschien dat je je klanten wil gaan helpen. Als je een e-commerce bedrijf hebt, misschien wil je een AI hebben die je klantenserviceproces gaat verbeteren. Dat je zegt, ik wil sneller kunnen reageren. Dus ik ga een chatbot maken die alle kennis heeft van mijn bedrijf, alle producten. En gelijk antwoord kan geven in plaats van dat je een bedrijf moet inschakelen wat voor jou de chat gaat bijhouden. Daardoor kun je gaan besparen op de kosten. Misschien wel accuratere informatie gaan geven, snellere informatie geven. Dat kan natuurlijk een goed teken zijn, want dat is voor jou als bedrijf natuurlijk immens. Als jij goede klantservice kan leveren, dan komt die klant hoogstwaarschijnlijk ook gewoon terug. Dat is natuurlijk, denk ik, wel de grootste investering. Maar als je dan verder gaat kijken, hoe ga ik mijn klanten verder helpen? Misschien kun je aanbevelingen gaan doen op basis van productkeuzes. Dat kun je met AI doen. Dat wordt al bij heel veel bedrijven gedaan. Maar het is überhaupt interessant. Dus juist doordat iedereen dit nu meekrijgt, krijgen ook die bedrijven weten wat daar speelt. En die zijn er nu ook mee bezig. Dus die hebben ook vooral heel veel vragen. En het is inderdaad gewoon zoeken naar, hey, welke processen zou ik kunnen automatiseren, makkelijk kunnen maken? Wat vind ik misschien ook wel niet leuk om te doen, hè? Ja, precies. En daar dan iets mee te doen. Want het zal, in die zin gaan je concurrenten waarschijnlijk ook doen. Dus, iedereen wil natuurlijk ermee op meedoen. Het kunnen natuurlijk wel zowel interne als externe processen zijn. Misschien heb je inderdaad wel dat je denkt, ik wil voor mijn klant een chatbot hebben. Ja. Misschien heb je wel interne processen dat je denkt, ik moet nu elke dag bij wijze van spreken een stempel zetten op een papiertje. Terwijl ik ook gewoon een AI alles kan laten controleren. Ik noem maar iets. Zowel intern als extern zijn er dingen te winnen. En dat moet je gaan verkennen. Voorbeeld is ook wel. We zijn nu bezig met een aanvraag van een makelaar uit de buurt. Hè, die heel veel woningdata heeft en dat heel makkelijk al beschikbaar heeft. En dan moet de makelaar nu elke woning die te koop komt een tekstje bijschrijven, wat hij eigenlijk helemaal niet leuk vindt om te doen en waar hij ook wel een flinke tijd mee bezig is. En dat kan eigenlijk met één druk op de knop kan zo'n tekst gegenereerd worden. Ja. Hè? En dat je vooraf ook instructies geeft
van we willen dat je in deze tone of voice praat. We willen dat het zoveel woorden heeft. We willen dat je dit toelicht. Dat maakt het gewoon veel makkelijker en sneller. Het is denk ik voornamelijk gericht op het repetitieve werk. Als je inderdaad gaat kijken naar, als je elke dag een tekstje moet gaan schrijven, dan word je na een week ben je het wel zat, na een maand al helemaal. Maar als je diezelfde tekst, als je denkt, ik heb een paar echt goede teksten geschreven, daar ben ik best wel trots op. Als je die geeft aan de AI en zegt, dit zijn voorbeelden van goede teksten. En je gaat daarna, wij bouwen daar dan bijvoorbeeld een toeltje voor dat je bepaalde informatie moet invoeren. En dat AI dan met die informatie die tekst gaat schrijven. Normaal ben je er misschien een uurtje mee bezig. Misschien is je dan een hooguit een minuutje mee bezig. Dan zeg je, ik heb een huis met 80 vierkante meter. Het ligt op het zuiden. Ik noem maar wat. En zegt, schrijf de tekst. En er komt gelijk een lab tekst uit die past bij Funda of welke andere website er ook is. Ja, want je kunt gelijk genereren voor je website of voor je Instagram. Precies. Of voor een blog van schrijven. Ja, en dat is dan inderdaad voor naar makelaars gericht. Misschien heb je inderdaad wel een bedrijf in social media waarbij je posts moet schrijven. Als jij regelmatig zelfs een postje moet schrijven en je vertelt aan AI, ik schrijf mijn posten zo. Dan kan dat ook automatisch. Hetzelfde voor een beschrijving voor producten. Als jij een e-commerce winkel hebt. En je moet voor elk product, als je 10.000 producten hebt, 10.000 teksten gaan schrijven. Terwijl het zijn vaak toch wel soortgelijke producten, misschien andere soorten. En dan kun je dat natuurlijk ook laten automatiseren. En uiteindelijk wil je het ook soort van gereguleerd hebben. Want nu gebruiken waarschijnlijk de makelaar gebruikt het al op zijn eigen manier. En de andere makelaar die doet hetzelfde. En dan krijg je toch nog een soort van variatie in teksten. Hè? Ja. Dus je wilt er gewoon denk ik ook op die manier een beetje met gezond verstand mee aan de slag om het soort van in een beleid te krijgen. Hè? Als je natuurlijk een intern platform verbouwt, dan kun je dat gelijk trekken. Als jij binnen je bedrijf 50 medewerkers hebt en elke medewerker doet het op zijn eigen manier, dan krijg je 50 verschillende dingen. En ze kunnen wel dezelfde techniek gebruiken, maar het is toch anders. En als je daar dus je eigen platform voor zou bouwen, dan kun je 1. Kiezen welke AI's je gaat gebruiken, dus je eigen technieken gaan kiezen. Je kunt je eigen output een beetje gaan samenstellen. Wat wil ik nou eigenlijk echt hebben? Je hebt controle over je eigen data. Je hebt zelf de AI. Dus je kunt zelf beslissen waar die data naartoe gaat. Je hebt gewoon zoveel meer controle. Ik denk dat daar wel de kracht in zit. En dan heb je enerzijds natuurlijk tekst. Want tekst is natuurlijk helemaal hot nu. Ja. Maar afbeeldingen komen ook met een rap tempo eraan. Ja, dat zit er wel groot aan te komen. Ik denk dat we over... er zijn momenteel al zulke goede AI-modellen die zulke goede foto's kunnen maken dat je het onderscheid niet meer kan zien. Dat is natuurlijk voor producten misschien nog even wat lastiger, maar als je uiteindelijk inderdaad een AI-model kan trainen op een product en uiteindelijk kan zeggen, ik heb dit product, maak even marketingplaatjes voor me. Dan hoef je niet meer naar een studio, maar dan zeg je gewoon, dit is het product, succes. Of je geeft een 3D-model. Ja, tegenwoordig wordt overal 3D-modellen van gemaakt. Ja. Ja, dat is ook echt een hele grote... Ja, dus Midjourney is daar redelijk ver in. Hè? Die kan echt gewoon... Je kunt het bijna niet meer onderscheiden van een echte foto. Hè? Ja. Dus af en toe is misschien nog een keer een vinger te veel. Maar over het algemeen is het zo'n hoge kwaliteit al. Ja, je hebt natuurlijk een beetje de drie grote. DALI, Midjourney, Stable Diffusion. Ja. Dat zijn een beetje de drie grote. En Firefly van Adobe komt er ook echt wel aan. Ja, met een aantal mooie aanpassingen. Heb je de filmpjes gezien van Photoshop? Dat ze inderdaad gewoon... op deze foto... ik wil nu een berg hebben op de achtergrond. Dan staat er in één keer een berg achter een persoon. Op de foto is in de zomer, maak hem winters. Ja, het sneeuwt, dus ook video's al die ermee gemaakt worden. Is echt wel. En ook als je denkt daarover nadenkt qua fotografiekosten, wat daarmee straks bespaard wordt. Moet je voorstellen dat je je model in principe alleen voor een greenscreen zet. En dan zegt, foto klaar. Ja. Dat je niet meer helemaal naar een bepaalde studio hoeft of naar een bepaald land voor een bepaalde scenery. Wat je gewoon zegt, doe maar een beetje een omgeving. Ik wil een zee op de achtergrond hebben. Misschien nog een paar heuvels. Ik wil mooie duinen hebben. Poep, klaar. Ja, alles wat past maar bij de vraag van de klant. Hè? Of de klant, dit is mijn huiskamer. Zet hem dan wel mooi in. En dat is toch, dan krijg je natuurlijk weer de rol van prompt engineering die er langzaamaan aan het opkomen is. En dan ga je een beetje, hoe stel je die tekst goed samen? Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, dat is de toekomst. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.